Goedemorgen, goede hackers van Nederland. Desiree Stokkel hier. Volgens de wet interim minister-president van Nederland. Op 18 november 2016. Het ministerie van Defensie weigert Nederland te beschermen. De top van het ministerie van Defensie, de drie commandanten, werken uitsluitend voor zichzelf en voor het in stand houden van de leugens over de nationale veiligheid van Nederland. Jullie moeten ze negeren. Ik bedoel echt negeren. Dan Mark Rutte. Mark Rutte heeft nog nooit in het belang gehandeld van de nationale veiligheid en is ook niet van plan om dat nu te gaan doen. Op 18 november 2016 heb ik het interim arbeidscontract minister-president opgeëist. Dat heb ik met een bepaald doel gedaan. Namelijk het feit dat zowel het ministerie van Algemene Zaken, een groot deel van het parlement, de Raad voor de Rechtspraak, het ministerie van Defensie en de NAVO bezig zijn met het aanmaken van een oorlog tegen Rusland. Ze willen echt, koste wat het kost, een oorlog met Rusland. Het is nu 28 november, ze houden daar nog aan vast. Ze willen een oorlog met Rusland, ondanks dat ze nu weten dat ik bij ambassades duidelijk heb gemaakt dat volgens de letter van de wet ik recht heb op het arbeidscontract interim minister-president van Nederland. Nu hebben we in Nederland de elite moordenaarsclub, de Hague Security Delta. Het internationaal strafhof is niet van plan om te stoppen met het folteren en vermoorden van slachtoffers die rechtszaken starten tegen de nationale rechtbank. Is niet van plan om juridisch correct te gaan werken. Dat weten al die ambassades en die presidenten. Nu weten al die ambassades en presidenten ook dat in Nederland de machthebbers shoppen in de grondwet. Als de Nederlandse elite moordenaarsclub aan de macht wil blijven, dan negeren ze wettelijke verplichtingen uit de grondwet. Dat systeem ligt nu op tafel voor iedereen toegankelijk. Dat maakt dus dat iedereen weet dat er een interim minister-president is, Desiree Stokkel, die te weinig macht in Nederland heeft, maar die wel macht heeft bij parlementen, bij ambassades. Die macht is niet altijd duidelijk. Het is niet altijd duidelijk wie wat doet. Dus bij die ambassades en presidenten weten ze dat zij ook niet meer kunnen vertrouwen op de Hague Security Delta, het internationaal strafhof. Ze weten dat ze niet precies meer kunnen inschatten wie wat doet tijdens de ambassadelobby. Ze zien ook dat Nederland, koste wat het kost, verder gaat met het aanmaken van een oorlog tegen Rusland. En dat is een situatie die het volk diep beschadigt. Ik zal een voorbeeld geven. De Raad voor de Rechtspraak spreekt zich uit over het dossier Rosneft. Dat is een beetje vreemd, want diezelfde Raad voor de Rechtspraak zegt tegen Nederlanders die klachten hebben over onbeschofte, treiterende rechters. Ja, hier moet je niet zijn, want wij zijn geen rechtbank, ga maar naar een hoger beroep. Wanneer je als Nederlander niet meer naar de rechter kan, is de Raad voor de Rechtspraak niet van plan om de criminele activiteiten van de Hoge Raad te stoppen. Sterker nog, de Raad van Rechtspraak regelt wie er in Nederland niet meer naar de rechtbank mogen. Je ziet dus dat die Raad van Rechtspraak voor de rechtspraak zich echt gedraagt als dictator. En dat in de media. En die media die liegt ook altijd maar weer over hoe het volk behandeld wordt in het rechtssysteem. Hoe het Nederlandse volk behandeld wordt door Defensie. Wat je nu hebt, wat nu de juridische realiteit is, is dat iedereen, ambassades, presidenten, buitenlandse media, weten dat alles wat ik hier beschrijf de stront van Nederland is. En dat die stront, hoop, blijft groeien. Want degenen die die stront produceren, zijn niet van plan om te veranderen. Het ministerie van Defensie is niet van plan om de hele grondwet toe te gaan passen.
Dan is het ministerie van Defensie opgedeeld in de top- en de lagere personen. De lagere personen worden ziek getreiterd, raken gehandicapt enzovoort, worden vermoord, worden onnodig vermoord. De lagere personen werken niet met de intelligentie die zij zouden moeten toepassen tegen hun eigen top. Ik pas die intelligentie wel toe, maar het interesseert de top van Defensie niet dat de hele wereld weet dat zij moordenaar zijn. Rusland. Wat is de werkelijke situatie tussen mij en Rusland, tussen Nederland en Rusland? Nou, ik kan duidelijk zijn, Poetin weet dat ik de sancties tussen Nederland en Rusland heb laten vervallen op 22 november 2016. Hij weet dat alle Russische bedrijven contact mogen opnemen met Nederland op voorwaarde dat ze hun contracten schrijven vanuit de Grondwet Republiek Nederland. Dat heb ik opzettelijk gedaan en dat staat op het internet en dat weet het bedrijfsleven in Rusland. Dat weten ze ook van mij. Dus niet alleen van Poetin, nee, dat weten ze ook van mij. Je hebt dan nu de situatie dat het Russische volk daarmee bezig is. Je hebt de situatie dat Poetin daarmee bezig is. Poetin weet dat ik aan de media uitleg wat hij fout doet. Dat doe ik al jaren. Ik leg al jaren aan de Russische media uit wat er gaat gebeuren als Poetin welke fouten maakt. Dus wat het Nederlandse volk te horen krijgt over Rusland is gewoon echt onzin. Totale onzin. Maar die totale onzin wordt wel gevormd door de Raad voor de Rechtspraak, de top van Defensie, Ministerie voor Algemene Zaken, de Hague Security Delta, het Internationaal Strafhof en de MH17. Vergis je niet, hè? De situatie is dus dat een deel van het Russische volk bezig is met het herbouwen van de economie vanuit mijn juridische positie en niet de juridische positie van Defensie of Mark Rutte. Dat vergt natuurlijk tijd en dat vergt zelfbewustzijn. Nu heeft de EU ervoor gekozen om de Russische media aan te vallen. De Russische media wordt beschuldigd van het creëren van een soort hetze tegen Europa. Nou mensen, de juridische realiteit is dat de Russische media niet juridisch correct of niet voldoende juridisch de artikelen schrijft. Maar ze zijn wel juridisch correcter in de opsomming van feiten dan wat wij hier in Nederland of in Europa hebben. En in Nederland staat nog altijd dat internationaal strafhof. Dat staat niet in Duitsland of in Finland of in Polen. Dat staat hier. Het komt er dus op neer dat de Nederlander wordt volgespoten met een oorlog tegen Rusland, terwijl het Russische zakenleven bezig is met het bouwen van een nieuwe economie, aangepast aan de nieuwe situatie van Rusland, van Nederland. De Russen hebben dus wel al aanvaard dat ik interim minister-president ben. En dat hebben ze in Saoedi-Arabië ook. Dat klinkt een beetje vreemd, maar toch is dat waar. Het is helemaal niet zo dat Saoedi-Arabië alle kennis van alle vrouwen boycott. Nee, Saoedi-Arabië ziet mij als een rustgevende factor in de Nederlandse economie. Als een factor die betrouwbaar is, omdat je weet wat het startpunt is en je weet hoe je dat kunt uitbouwen. Japan. Japan heeft momenteel een probleem. Japan heeft twee problemen. Eén, hun ouderwetse manier van zaken doen. Japan plaagt mensen heel veel. In Japan zijn ze niet echt gewend om zo direct te communiceren als ik doe. Of om zo direct openlijk iets te bouwen als ik doe. Maar ze beseffen nu dat ze dat wel moeten gaan doen. Dat moeten ze ook doen voor bescherming van hun grenzen. Ze zijn daarmee bezig, maar ze moeten het afleren. De Japaner heeft de gewoonte om de grootst mogelijke etter als de beste vriend de hemel in te prijzen. En daarna, als ze daarmee klaar zijn, leven ze weer hun eigen leven. Dat eigen leven leiden, dat is nu veranderd. Ze blijven de etter nog wel even het Walhalla inprijzen. Het eigen leven leiden is veranderd en daar zoeken ze nu een weg in. Want ze weten dat ik echt de interim minister-president van Nederland ben.
Dat geldt natuurlijk ook voor China, Hongkong en al die andere landen. Iedereen weet het. Goed, dan gaan we nu terug naar Nederland. Jullie hackers moeten Nederland beschermen. Terwijl de waterschappen het ministerie van Defensie helpen bij het vermoorden van mensen. Terwijl de energiebedrijven, de Autoriteit Consumentenmarkt, CPB, CBS, al die organisaties, de Wetenschappelijke Raad van de Regering, al die organisaties nog moeite doen om bij de elite moordenaarsclub te blijven horen. Dat krachtenveld wat ik jullie nu voorleg, willen ze niet erkennen, terwijl het buitenland het dus allang erkend heeft. Die heeft dat 18 november al erkend. En daar zitten jullie tussen als goede hackers. Jullie zullen als goede hackers tot een consensus moeten komen. En die consensus, die hebben jullie al aanvaard, dat weet ik. Jullie aanvaarden mij als interim minister-president. Maar dat gaat niet ver genoeg. Jullie zullen met elkaar moeten afspreken dat jullie de hele Nederlandse grondwet toepassen. En dat jullie dus ook het lef hebben om Nederland, de Hollander, die nu wegkijkt en die daar geen zin in heeft en die dit allemaal niet wil doen, toch te beschermen tegen het lamleggen van de bankenwereld, de energiewereld, de waterwereld, de weg- en verkeerswereld, de zorgwereld. Jullie hackers, jullie goede hackers, willen natuurlijk anoniem blijven. Maar er zal een soort spreekbuis moeten komen en die spreekbuis zal duidelijk moeten maken dat jullie met z'n allen hebben afgesproken de hele grondwet toe te passen. En dat jullie de situatie erkennen dat ik eigenlijk al per 18 november 2016 per decreet de grondwet Republiek Nederland heb ingevoerd. Jullie hackers hebben het dus nu even zwaar. Want jullie moeten ervan uitgaan dat het buitenland al bezig is met die grondwet, terwijl de Nederlandse top het bestaan ervan ontkent en dan ook nog iets anders doet. En dat is mij hier de vrijheid geven alles op het internet te plaatsen. Ze weten dat ze dat toch niet kunnen stoppen. Maar wat ze dus ook doen is criminelen en terroristen sterker maken. Want die zien wat er is gebeurd. De elite moordenaarsclub van Nederland denkt nog altijd dat zij super intelligent zijn, terwijl iedereen al in de gaten heeft dat ze op zwak begaafd denkniveau functioneren. Dat hebben die terroristen ook in de gaten. En dat is nu net het probleem. Kijk, als wij een defensietop hebben die gewoon weigert de hele grondwet toe te passen en weigert de juridische situatie te erkennen dat ik het recht heb om de grondwet Republiek Nederland in te voeren, dan weten ze dat in alle mogelijke landen waar nu terroristen zitten. Al 10 dagen. Daar zullen jullie mee moeten werken. Dat is jullie realiteit. Ik sluit af, het is alweer 14 minuten. Dag.